De staatsveiligheid is niet in gevaar, maar de verruwing van de criminaliteit baart veel zorgen. Dit is de conclusie van vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij sprak reporters gisteren voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering. Brunswijk merkt op dat de zaken die zich op het gebied van de hedendaagse criminaliteit voordoen niet mals zijn. Als je kijkt naar Albina, is iemand in de vroege ochtend, bijna 6 uur, half 6, zijn iemand daar gaan doodschieten, beroven enzovoort. Maar dat wil nog niet zeggen dat de staatsveiligheid in gevaar is. Maar dan moet je kijken dat de criminaliteit is gestegen. Ja? En dat zijn de twee verschillende dingen, staatsveiligheid in gevaar en de criminaliteit die de kop opsteekt, zijn twee verschillende dingen. Ja? Criminaliteit is nu verruwd en de politie moet hard optreden. En dat zie ik dat er heel weinig opgetreden wordt. Ik zie geen roodblok, ik zie dit niet. Je moet roodblok doen, je moet alles doen. De politie moet zichtbaar zijn op het veld en dat zien we niet. Brunswijk merkt verder op dat de politie roodbloks moet opzetten en zaken flink onder de loep moet nemen. Zo kunnen wapens en andere illegale zaken onderschept worden. Dus in ieder geval, ik zal vandaag nog een beroep doen op de minister van Justitie en Politie om de veiligheid op te voeren, om meer controle te doen wat dat betreft. De vicepresident zegt dat staatsmiddelen niet gebruikt moeten worden om politieke tegenstanders uit te schakelen. Brunswijk benadrukt dat als iemand iets illegaals gedaan heeft, de politie wel moet optreden. Hij zei gisteren ook dat hij wordt achtervolgd. Intussen is er een onderhoud geweest tussen de president en de vicepresident. President Chandrika Prasad Santokhi zegt in een verklaring dat na gesprekken met de inlichtingen en veiligheidsdiensten duidelijk is geworden dat deze diensten niet op de hoogte zijn van, nog betrokken zijn bij enig onderzoek de vicepresident rakende.